Hoi allemaal, welkom bij Fem. In deze video ga ik het met jullie hebben over liefdesverdriet. Hoe kan jij het snelst eroverheen komen? Hoe kan jij je sterker voelen? Hoe kan jij ervoor zorgen dat je niet meer verdrietig bent om een vriendje die het met je uitmaakt? Noem maar op. Liefdesverdriet kan heel erg akelig zijn en ik heb er zelf wel eens mee te maken gehad. Gelukkig op dit moment niet meer, want ik ben al 5 jaar gelukkig met mijn vriend. Er zijn ook wel relaties die stuk gaan of jongens die niet meer verder kunnen vanwege zijn gevoelens. Noem maar op. Het kan allerlei oorzaken hebben dat je liefdesverdriet hebt. En ik wil vandaag met jullie een aantal tips delen die ervoor zorgen dat je er snel overheen komt. Mocht je benieuwd zijn naar mijn tips tegen liefdesverdriet, blijf dan vooral kijken. Een aantal tips om over je liefdesverdriet heen te komen. Want het is natuurlijk altijd heel erg vervelend als hij zegt van het is klaar. Dus de relatie is over. Dan moet je toch echt iets anders gaan verzinnen. Dan moet je verder gaan met je leven. En hoe doe je dat? Het belangrijkste is dat je altijd tegen jezelf zegt dat hij niet meer verliefd is. Dat zegt niet over wie ik ben. Jij bent jij en hij moet jou nemen zoals je bent en anders dan werkt het gewoon niet. Als hij echt van je houdt, dan zal hij altijd wel bij je terugkomen. Want dan mist hij jou en dan gaat hij jou vanzelf een sms'je sturen. Maar laat hij echt niets van zich horen. Laat hem dan gewoon zijn eigen ding doen en doe ook je eigen ding. Ga lekker stappen met vriendinnen, zoek afleiding, ga met je moeder ergens naartoe, ga een weekendje weg. Of ga gewoon onverwachte leuke dingen doen, want dat is wat jij verdient. Maak gewoon een lijst met al jouw goede eigenschappen. En dan lees je dat terug en dat geeft jou best wel een goed gevoel. Tenminste, dat helpt bij mij heel erg. Als ik dat doe, dan denk ik van, oh, dat zijn dus eigenlijk mijn goede kwaliteiten. Daar ben ik goed in. Wat ook heel erg kan helpen als je verdrietig bent, is denk eens na, hoe zou jij je ideale man voorstellen? Wat zou jij wensen? Wat zou jij bij je willen hebben? Naast wie zou jij willen lopen, als het ware? Dat kun je ook bij jezelf bedenken van, wat is zijn karakter? Hoe ziet hij eruit? Hoe zorgt hij voor mij? Wat zijn zijn goede, slechte eigenschappen? Noem maar op. Schrijf dat ook eens op. Echt, geloof me, als jij opschrijft hoe jouw ideale man eruit ziet en hoe zijn karakter is en hoe dat dan weer bij jou past. En leg dat eens naast elkaar met het lijstje die je net over jezelf hebt geschreven. En als je dan denkt van dit is het gewoon, dan weet jij waar je naar op zoek bent. Iets wat mij heel erg vrolijk kan maken als ik liefdesverdriet heb. En ik denk dat jullie wel weten wat dat is. Toch? Chocolade. Ik weet het, het is heel erg slecht, maar chocoladetruffels, als ik verdrietig ben, en dan heb ik het nu niet zozeer over liefdesverdriet, want daar heb ik eigenlijk nooit last van, omdat ik al best wel een lange relatie heb. Maar chocolade, echt. Het werkt. Want ook als je ongesteld bent, chocolade helpt gewoon. Het is gewoon je beste vriend. Chocolade begrijpt jou. Chocolade zou jou nooit laten zitten. Echt niet. Chocolade hoort bij jou als je liefdesverdriet hebt. Wat ook heel erg goed kan helpen, is lekker sporten. Sla alles eruit. Ga lekker kickboksen of yoga of ga mediteren. In ieder geval iets waardoor je niet aan hem zult denken. Want je hebt tenslotte liefdesverdriet. Dat doet heel erg veel pijn. Ik weet het, daar kan ik over meepraten. Maar het is verstandig om er dan niet te veel over na te denken. Ga niet zitten piekeren. Want piekeren, dat zorgt er alleen maar voor dat dit vol raakt. En op een gegeven moment dan krijg je hoofdpijn. Je gaat huilen, je krijgt huilbuien. Dit zit helemaal vol, dus je gaat gewoon exploderen. Niet goed. Wat je dan het beste kunt doen is afleiding zoeken. En daarmee heb ik het nu eventjes over sporten. Omdat sporten eventjes je hoofd leeg maakt. Tenminste bij mij. Als ik ga sporten en bijvoorbeeld kickboksen. Ik ben boos. Ik sla alles eruit. Ik kom thuis. En dan ben ik moe. En dan kan ik gewoon gelijk lekker slapen. Het geeft gewoon een voldaan gevoel als je eventjes zelf alles eruit kan slaan. Of als je het eruit kunt sporten door krachttraining, cardio, Zumba. Allerlei soorten sport kun je bedenken die ervoor zorgen dat je hoofd eventjes leeggemaakt wordt. En het is tenslotte ontspanning. En daarbij is het alleen maar goed voor je als je eventjes ontspanning hebt. Want dan denk je niet aan je ex die jou heeft gedumpt. Niet lief van hem. Hoe verdrietig je ook bent, je moet nooit de afwijzing persoonlijk nemen. Zoals ik net ook al zei, het ligt niet aan jou. Het ligt waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk echt aan hem. Dat hij jou zomaar uit het niets laat vallen omdat hij waarschijnlijk geen gevoel meer voor je heeft. Of omdat hij het gewoon niet meer trekt, de relatie. Dus dat is belangrijk, onthoud dat. Het ligt niet aan jou. Wat ook wel eens kan helpen, is als je lange tijd samen bent geweest met die persoon. En hij heeft nog wat spulletjes liggen bij jou thuis of jij bij hem. Laat die van jou maar lekker bij hem. Dat is niet jouw pakje aan. Laat het maar bij hem. Want ik denk dat je elkaar eventjes niet meer wil zien. Misschien in de toekomst dat je wat dingetjes kunt ophalen. Of dat hij een doos vol propt met al je spullen. Die brengt hij dan naar jou. Maar stel je hebt nog dingen in jouw kamer of in jouw huis. Die je doen denken aan jullie relatie. Dus die echt gewoon van jullie zijn. Dus bijvoorbeeld een fotolijstje met foto's van jullie. Of een fotolijstje van vakantie. Dingetjes waar je het liefst niet aan herinnerd wil worden. Dus die dingen kun je het beste gewoon wegstoppen. Doe het in een doos.
Dus dan stop je het echt in een doos en zet je het op zolder, zodat je er niet meer naar kunt kijken. En dan kun je het altijd later nog terughalen om aan je kleinkinderen te laten zien hoe akelig jouw ex was. En wat een leuke relatie jullie hebben gehad. Of ja, je weet het niet. Misschien heb je wel een hele lange gelukkige relatie met een persoon gehad, maar gaat het gewoon niet meer. Dan is het wel leuk om te bewaren. Want stel, hij was jouw eerste liefde. En dat wil je later allemaal aan je kleinkinderen vertellen. Laat het op zonder. Maar zorg er gewoon voor dat de spullen die je doet denken aan hem uit het zicht zijn. Dus niet fotolijstjes overal laten staan en beeldjes die jullie hebben gekocht op vakantie of zo. Haal het weg. Want als je daar dan naar kijkt, je kijkt ernaar en hij komt gewoon weer op jouw netvlies. Je ziet hem weer. En dat is niet goed. Want als jij verdrietig bent om je ex, dan kan je het beste gewoon alles wegstoppen zodat je niet aan hem denkt. Want door aan hem te denken, dan gaat het weer hier en dan spookt het weer en dat wil je gewoon niet. Dus laat het maar lekker weg, op zolder. Weg ermee. Je kunt uiteraard ook met je moeder erover praten of met een hele goede vriendin van je, waar je wel eventjes ja, jezelf bij wilt uiten. Wat is er precies gebeurd en hoe denkt zij erover? Misschien heeft zij nog tips voor je, want die hebben altijd ook wel ervaringen die ze met je kunnen delen. Je moet gewoon echt proberen sterk te blijven, want het is niet handig om verdrietig te zijn om een jongen. Want er zijn nog zoveel andere visjes in het water die wel goed voor jou kunnen zijn of die wel echt bij jou passen. En de zoektocht is gewoon nooit over. Dus daarom is het gewoon verstandig. Blijf sterk en geef niet op. En vooral niet in een hoekje gaan zitten huilen. Want daar word je heel erg ongelukkig van. En dat is niet wat jij wilt, denk ik. Wij zijn allemaal mooie mensen. Allemaal lieve mensen met ons eigen karakter. En daardoor is het gewoon belangrijk om lekker jezelf te blijven. En ook gewoon ja, voor jezelf de sterke punten opschrijven en de zwakke punten. En hoe jij jouw ideale man voorstelt. En dan zul je hem echt vinden, geloof me. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doeg! Jullie hebben over lifehacks. En ik weet niet of iedereen weet wat lifehacks zijn, maar lifehacks zijn van die hele kleine dingen